Werner Panton. Kleuren kiezen is geen gok, maar een bewuste keuze. Werner Panton was het enfant terrible van de Deense design scene. Hij werkte met felle kleuren en moderne materialen, radicaal en psychedelisch. Panton sloeg rood uit wanneer hij wit zag. Hij was zelfs voorstander van een belasting op witte verf om zo de afwezigheid van kleur tegen te gaan. Werner Panton begon als leerling van Arne Jacobsen. Ze werkten samen aan de ant chair, een stoel in de vorm van een mier. Maar Panton rebelleerde en ging zijn eigen weg. Hij trok op rondreis door Europa in een oude Volkswagen. Het busje was een mobiele studio waarmee hij alle indrukken opslorpte. Barstensvol inspiratie keerde hij terug naar Denemarken. Niet veel later ontwierp hij de cone chair. Het werd zijn grote doorbraak. En nog wat later kwam Panton als eerste met opblaasbare meubels voor de dag. Zijn inspiratie haalde Panton overal. Hij creëerde zijn meesterwerk na een bezoek aan een fabriek van emmers en veiligheidshelmen. Plastic voorwerpen hebben felle kleuren en je kan ze makkelijk stapelen. Dat bracht hem op het idee van de stacking chair. Vandaag noemen we die de Panton chair. Je vindt hem in alle hoeken van de wereld, in de meest uiteenlopende kleuren. Want zo zag Panton zijn ontwerpen het liefst. Kleurrijke vreemde vogels.